1894 schildert de 30-jarige Brusselse kunstenaar Eugène Laermans dit schilderij, De Landverhuizers. Dezelfde periode schrijft Emile Verhaeren, een beroemde Belgische dichter, Landlui van Gier, geen haven en geen goed, slechts eindeloze tegenspoed. En we kijken naar een mensenmassa die zich voortbeweegt. Ondanks de massa een enorme stilte. Eugène Laermans was ook doof toen hij dit schilderde. Op het einde van zijn leven werd hij ook volledig blind. Mensen die in één richting kijken. En op de horizon enkel de kerktoren die ze achterlaten. Ja, je ziet een grote massa die dezelfde richting uitwandelt. Kijk naar hun verbitterde, lege blikken. Sommige blikken zijn gericht naar de stad of naar het dorp. De anderen kijken een wat donkere, onzekere toekomst tegemoet. Ja, een heel universeel, bijna tijdloos beeld. This is a photo for me so sad for people leave home and leave the country and leave where they have life and looking for nice future for protection. The same this is for my experience, but also have the same feeling for this people, and this image is repeating same for long year until today is not finished. Dit is een beeld dat we vandaag inderdaad terugzien in 2015 in Oost-Europa, vandaag in Midden-Amerika en verschillende andere delen van de wereld. Mensen gaan op zoek naar andere, betere levensomstandigheden, gedreven door oorlog, conflict, economische omstandigheden. En daar heeft het recht de neiging om mensen in categorieën op te delen. Ofwel ben je vluchteling en heb je een gegronde vrees voor vervolging omwille van je ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging. Ofwel ben je een zogenaamde economische migrant en beantwoord je niet aan de definitie van het vluchtelingenverdrag en heb je geen recht op internationale bescherming. Vandaag worden wij geconfronteerd met vluchtelingen die uit andere delen van de wereld komen. Terwijl dat ik denk dat dit schilderij ook toont dat het belangrijk is om dat in een historisch perspectief te plaatsen. Dat zoveel jaar geleden er heel veel mensen vanuit hier naar andere delen van de wereld trokken. Op dit beeld heb je ook de indruk van de massa en die taal ook rond massa wordt vandaag wat misbruikt in de media, dat we soms het gevoel krijgen dat we overspoeld worden door vluchtelingen, terwijl dat helemaal niet klopt met de cijfers die daar tegenover staan. 86% van de vluchtelingen wordt opgevangen in ontwikkelingslanden vandaag. In 2015, die 1 miljoen vluchtelingen, dat komt neer op 0,02% van onze Europese bevolking. Dus die indruk van massa-migratie, die moeten we toch nuanceren.